als u staat REC, dan is hij aan het opnemen. Ja, oké, okay, even voor zekerheid. Dan heb ik hem gewoon alvast aangeklikt. Beter te vroeg dan te laat. Hé, hey, ik heb hem al aangeklikt. Niet te veel te praten, ook is het geluid uit. Ja joh, jammer, jammer dan. Ik ga echt niet 90 minuten lang mijn mond kunnen houden. Ze heeft het koud, maar ze wilde alle schoenen niet aan en dan kunt ze niet op. Eigenwijs. Beetje zoals jij. Maar ik heb het ook gewoon nooit koud. Hey, ik ben nu gewoon volgens mij al 2 minuten aan het opnemen, maar er gebeurt alleen nog niks. Dat doet ze niet in ieder geval staan. Zal ik ervoor gaan staan? Maar je hebt hier ook een trap. Ik zeg, ga dat weet ik, maar het is een makkelijkere trap om op te lopen dan die met die gaten. Ja, dat had ook wel gekund, maar dat is zo van als je dan valt. Ja. Hij heeft nu dus al 4 minuten aan het opnemen voor niks. Het zijn echt beide mensen. Ik wil ook eens echt lekker op je vliegen. Kijk, ik wil hem eigenlijk nu weer opnieuw aan en uitzetten, maar ik durf niet aan te zitten dat ik voor het verpest. Ik laat het gewoon lekker staan. Maar ik al die mensen op de camera staan, ik kan je overkomen. Maar deze. Wie weet het spreekst voor wel pest? Ik ga niet. Dan ga ik hem gewoon nog uitzetten. Nee, wacht, kijk, ik trek ook mijn ding om. Ik ga het niet doen. Hey, ik heb een goed gevoel over deze wedstrijd, jongen. Dat is de laatste kans. Maar weet je wat wel zonde is, hè? Als we nu 3 punten halen, wordt het de volgende week gehalveerd. Ja, dan heb je nog steeds. Wordt het dan afgerond naar boven? Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Maar ja, dat maakt op zich ook niet uit, hè? Ja, ik nou, die gaat voor het interview heel vragen. Ja, wat was er nou gebeurd? En hoe voelde dat nou? Ik jij zei maar. Zeker gewoon, ik ben op de bal gaan staan. Ja, dat zei ik. Hij zei eigenlijk. En ik ook, ben je aanspreekbaar geweest in de tijd? Ik denk niet dat ik echt zo op mijn baan ben aanspreekbaar. En ik ga nu ook heel erg dat ding staat al 10 minuten aan, maar het kwamen gewoon niet. Oh nee, ja, dat maakt niet uit. Maar je mag ook altijd uitzetten. Nee. Ik was Sam niet. Nee, in de ronde zat altijd aan en uit, maar dan in de kieper. Is het voor jou? Ja? Ja, klopt, anders ga je zitten. Dan kan je het zo voorbij te doen. Dan kan je dit scherm erbij draaien. Kijk, als jij nou gaat zitten, kijk. Oh, zo. Snap jij, joh? Dat is nu. Daarom, hè? Dus. Wil jij niet zitten? Ja, joh.
uit. Gisteren heeft hij geen meer netjes gemaakt. Zijn we netjes hoor. Mooi. Ja. Ja, weet je, dat is toch weer zo. Oh man. Dan heeft hij. Die wil winnen. Zo kan wel zien, weet je, die dan wat maanden wil meegeven. Dan heeft hij dan ook een pakje besteld. Ja, dan horen die meiden van de MA dat. Ja, die zijn natuurlijk helemaal op de zaak van de vak, waarom gaat zijn pakje? Ja. Dat is ook een beetje overdreven. Dus die hebben lekker een pakje houden. Ik ga toch maar staan, want. Ja, dan lijkt het toch nog niet. Ja. Komt toch muziek onder, toch? Zeg je? Komt toch muziek onder? Ja, dan. Maar ik zie deze week allemaal nieuwe carrières voor maken. Mijn grensrechtercamera. Dat is niet normaal, is niet normaal. Alles. Ja, de carrières die over zijn, hè? Als Ron. God, nee. Ja. Ja. Lekker. Zoiets vergeten ze nog dat je voetbalst. Zoiets vergeten ze nog dat je voetbalst. Ja, denk ik ook. De bal bijna niet helemaal erachter. Ja, dat is nieuwe mode. Hey!
Ja. Nee joh, nee joh, ben je gek. Nee joh. Dat zeker. Misschien in de weg. Ja, dan is het dan, dan ga je sowieso op. Dat is waar. Nee, dat is niet leuk. Dankjewel. Waar is je bal? Oh, weet je er. Even kijken, meid. Maar kijk, moet ik nu de keeper richten? Ja, bro. Meer op die posities waar Excelsior mee zit. Oh, oké. Dan, zo. Vind ik hem zo wel goed. Ik volg gewoon de bal met mijn cameraatje. Ja. Een beetje positioneren wat ze doen. Ja. Dat is waar. Ik kan alleen stilzitten als ik wacht. Maar ik zie de bal! Papa en mama waren redelijk blij dat je camera weer terug had. Nou, niet redelijk blij, heel erg blij. Je kan gerust zeggen, die waren heel erg boos. Ja, je zei het. Ik was echt heel boos. Oh, je tas staat open. Oh. Oh, kijk eens. Nee, maar... Oh. Nee, die waren echt... Ik kwam ook binnenlopen. Als je die blik had gezien, dan was ik niet meer geweest. Nee, als ik kon het doden, hadden ze die een echte nemen. Maar toen zagen ze die tas en zei mijn moeder, oh, heb je een tas? Ik zeg, ja. Ik zeg, oh, dus je hebt ook dat ding? Ik zeg, ja. Ik zeg, ja, ze gelijk, is het duur ding, hè? Ja, dat klopt. Ja, daarom hebben we ook de briefbus gesloten om erin te komen. Dat maakt niet uit. Ik heb het gezegd. Heb je het gezegd tegen BV? Nee, tegen jullie. Dan moest ik even terug in de briefbus zijn, dus dat is misschien niet zo. Vond hij die erg? Ja, toen was hij helemaal gestopt, kan maar eens komen. Nou, dat kan niet nog, toch? Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Oh. Ik wou dat hier nog glas voor zat. Dat is zo belangrijk. Hoi. Ja hoor. Heel even nog een keer voor de zekerheid. Er staat rek bovenin. Dat betekent toch dat het... Moet je toch oplopen dan, hè? Ergens. Ja, dat is ook nergens tijd. Maar er staat gewoon rek. Dat betekent toch dat hij opneemt. In principe wel. Anders zeker toch weer de. Ja, ik kan het toch niet aan- en uitzetten. Dan... Record of dat hij opneemt. Ja, dan... Zo moet je zijn, maar je moet ergens toch op zijn lopen. Dat dacht ik ook, maar zie ik niet. Hoe zet je hem dan aan en uit? Daar zo. Maar als ik dat nu ga doen, dan dat is toch niet slim. Dan heb je twee aparte delen. Ja, als je niet loopt, heb je er helemaal niks van. Ja, dat is waar. Maar net stonden er twee van die streepjes en een nul. Ja, maar net stonden twee van die streepjes en een nul. Oké, dat is toch goed dan? Dat is niet goed. In principe. Je rode lampje brandt tijdens het. Hij brandt op rek, dan moet er, ja, dat is dan goed. Is rek, als het rek is, dan is het goed. Ja, even voor zekerheid. Ja, maar je ziet nergens 1, 2, 3 staan. Geen tijd. Oh, ja.
Ja, maar hij doet het wel op. Maar hij is inderdaad, normaal zou je dan moeten zeggen... Dat je ergens iets ziet. Ja. Nou ja. Misschien heeft hij de omkadering van minuutjes dus helemaal uitgezet, hè, dat je meer beeld hebt. Dat kan ook. Moet anders geven we gewoon Nadine de schuld. Ja. Ja, ik wil nog zoiets met jou. Ja, ja. Gaat die... Ah, goed. Ja, ja. Naar omstandigheden. Ja. Wat je goed noemt, naar omstandigheden. Nou. Hopelijk is zo je wordt moeder. Hè? Ja. Kijk, doe het weer. Had je vorige week moeten gaan. Toen zag je het doen. Dankjewel. Ik heb allemaal nieuwe functies hè, deze week. Ik ben multifunctioneel. Je wordt nog eens belangrijk. Ik zei al, je moet niet vergeten. Was je een beetje vergeten toen als je eigenlijk voetballer bent? Ik ben grensrechter geweest bij hun zaterdag. Ja, voor het eerst in mijn leven. Nou, echt. Het is absurd dat je Eredivisie speelt en niet weet hoe je moet vlaggen. Ja, dat is moeilijk. Nou. Het is moeilijk, maar als je niet... Maar... Oh, dat bedoel ik niet verkeerd wat ik nou zeg. Nee, er zijn heel veel meiden die zeggen... Nee, ja, daarop, maar dat bedoel ik. Het is eigenlijk als je voetbalt, ja, natuurlijk. Als je dat moet je toch weten. Maar weet je, het is Philly, dus we gunnen het daar dan. Volgende keer ben ik er weer bij. Ja, bij veel. Ik vond het iets te ver dit. Ja? Ja, zo heel slecht ging het niet eens. Nee, het ging hartstikke goed. Je was hartstikke eerlijk. Ja. Maar ik hoorde dus net van Lee dat als je bij het spel vlagt, dat je dus dit moet doen. Zo, en dan je vlag zo. Ja, ligt er maar net aan waar, ook waar, bij het spel staat. Oh. Laag als het dichtbij is, midden, en hoger als het op aan het einde is. Ik denk gewoon iedere keer, woep. Omhoog, en dan dicht. Gradaties, je hebt 3 gradaties. Dat wist je niet. Sneren. Gewoon omhoog gedaan, dat ding. Dan is het goed, je dan fluit je en eigenlijk moet je dan aangeven, zeg maar, waar het was. Maar in ons niveau doen we niet scheidsrechter. Ons niveau. Ons niveau is toch klasse, maar het maakt niet uit. Daarom. Iris, Solange, Sharona en Sophie. Dus Sophie is getraind weer deze week, hè? Ja. Als het goed is, zit Serena en Jolina. Ja, ik zag Serena net ook. Ik dacht net al te zien. Maar ik ben veel gezellig in het team. Ja, even snel. Ik kan er nou 3 doelpunten. Thank you.
je mag zitten hoor. Dat weet ik, maar ik kan daar ook zitten. Ik heb ook wel plek. Bedankt. Bedankt. Bedankt, Fili. Hey, Fili, dank je wel. Graag gedaan. Ah, thanks, Fili. Ja, probeer het. Die camera gaat ook de hele tijd een beetje heen en weer. Je moet even met Nadine overleggen. Wat voor shit is er dus je dan denkt, oh. Yeah.
mijn leven zeggen, ik ben grappig, hè? Oh ja. Ik heb geen idee. Ik denk, ja. De laatste wedstrijd is ons, ben ik dan los. Ja, en dan... En nu is het nog een belspons, als ik twee keer ziek was. Voor je nummer 9, Renna Skoll. Is wel lekker. Dat zit hier ook, het zit hier best dichtbij. Maar het is wel lekker, lekker restaurantje. Ja, ik ging de ouders van Nadine adviseren over restaurantjes in Barendrecht. Oh, oké, en waar zitten ze nu dan? Dichtels. Okay, ja, ja. Ik ben nog niet zo bekend hoor in Barendrecht, maar ik weet dat de glazen hier in de dingen zijn ook van Dichtels. De wijnglazen, ja. Oh. Nou ja, dit is gewoon een soort eetcafeetje, zeg maar. Ja. Gewoon normale dingen. Dat is wel lekker. Altijd helemaal een Excelsior tenue komt ze altijd bij de training die kijken ook. En, Gaan we weer. Wel anders dan de vorige keer hoor. De vorige keer stonden er twee wat
godzonde. Ja. Die zie ik nu niet staan. Maakt het voor hun nog uit? Voor wie? Voor je meteen. Wat? Nou, of het nog uitmaakt of ze winnen vandaag of dat omdat ze ja. in die laatste ronde ja, ja. Want je hebt PSV, Heerenveen, ja. Volgens mij is het ADO en volgens mij is het Alkmaar. Die staan allemaal voor 1 punt verschil of gelijk. Ja, maar de eerste 5 die... Ja, dus dan hoort 1 of 2 daarvan volgens mij nog bij die bovenste. Ja. Dus okay. Voor heel veel staat er wat op spel nog vandaag. Zo, het duurde even, sorry. Hey, ze moeten het geluid maar uitzetten bij deze film hoor, want het is drama. Anders moet je nu even 4 keer zeggen, Excelsior is de beste, Excelsior is de beste. Ja, ja, maar ik bedoel gewoon dat mijn, wat waar we aan. Ja. Dat ben ik, ja. Ja. Laat maar. Ja. Ik snap wat ik bedoel, hè? Ja. Oeh, zonde. Misschien wel. Als je het niet vraagt, ga ik er zitten. Ja, dat is best goed. Ik heb een goed idee! Tot zo. Thank you.
ik zag het niet. Ik was even mijn beeldschermpje aan het kijken. Ja, dus ja, daarom. Ja, moet ze naar binnen gaan en dan zit ze yes, daar bij ons. Ja. Ja, Henk is onder. Ja, klopt.
Sophia. Maar zonder dat je weer zo snel op achterstand komt. Ik denk eigenlijk ook van het stappen, maar ja,
wel lekkere acties langs dat meisje dan. Zou ik proberen in te zoomen bij de corner. Oh, ik deed het al per ongeluk. Helemaal achter staat eentje vrij. Minimaal toegevoegde tijd 2 minuten. Oh, nu? Ja, ik bedoel 5-8 begonnen. Voorvaring, zo begint nu maar 1 kwartier later. Is dat ook 1 kwartier later klaar? Nee. Ja, kan best. Weet het eigenlijk niet. Ja. Oh, kijk Nicky. Oh, zonde. Mooie plek voor u. Wat? Ik ben bezig met het vast. Kan toch?